Ja, leuke dingen doen, dagjes. Zoals bij de Euromast in het park. Kleedje mee, boterhammetjes mee, koffie. Yo, it's your boy Nixon Joseph. En de zomervakantie is begonnen! Maar wat als je geen geld hebt? Dat betekent dat we weer vakantiestress hebben. En iedereen om je heen gaat op vakantie. Dus stel, je hebt geen geld, maar je wil toch iets leuks doen. Wat zou je doen? Ik ben vandaag in Rotterdam om dat te gaan checken. Jij gaat mee, okay. Ik zeg, let's go. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik chill hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, ouwe. Hoe is het, boys? Alles goed, broer? Rustig, man. Lekker, man. Met jou, broer? Ja, lekker, man. Je hebt gekke plannen aan, man. Thanks, man, broer. Bro. Yes. Wat ga je deze zomer doen? Stekken, man. Werken. Ja, ik denk het wel, man. Ik ga veel aan werken. Een beetje geld verdienen. Of sparen voor volgend jaar waarschijnlijk, man. Je gaat niet op vakantie. No, man. Nee, ik ga werken. Je blijft stekken eigenlijk deze zomer. Ja, klopt. Ja, ik heb stage dit jaar. Dus dan ben ik eerder klaar met school. En dan kan ik in de winter naar Amerika. Ik ga heel misschien naar Suriname. Naar Mallorca en naar Lorette. Lorette. Wauw. Hallo, mevrouw. Hoe is het? Goed. Goed? Prima. Wat gaat u eigenlijk deze vakantie doen? Ik ga naar Kostal, Rotterdam. Waar ga je? Ik ga naar Ethiopië. Oké, ga je alleen? Nee, man, ik ga met de hele fam. Sowieso, man. Ja, zo, waar ga je dan? Egypte, man. Morgen, man. Ga je morgen op vakantie? Ja, man. Wat ga je doen? Ik naar Griekenland. Griekenland, wat ga je daar doen dan? Ik ga met wijfje op vakantie. Okay. Maar stel, je bent skeer, je hebt geen geld, maar je wil wel iets leuks doen in Nederland. In jouw zomervakantie. Wat zijn de alternatieven om te doen in de zomer in Nederland? Ja, gewoon buiten gaan zwemmen, naar het strand. Oh, in de riviertjes of wat ook. Rivier. Ik kan niet heel veel doen. Dan haal je vakantie naar jou toe. Goeie, maar hoe doe je dat? Een paar leuke vrienden, een beetje drank, goede muziek. Op de bank gewoon. Ja, of in de tuin. Ik zou niet adviseren om een hotel te gaan nemen in Nederland, want ik vind het zelf echt niet waard. In Nederland en broer, alleen maar Bali trainen. De hele dag Bali trainen, FIFA met je boys. Nederland is saai, man, ik zeg je eerlijk. Bungalow park, strand. Ja, misschien moet je naar een strand gaan. Festival? Ja. Naar een zwembad gaan, man. Kook, man, sowieso naar zwembad, man. Naar Fakko, man. Gewoon zwemmen. Dat is het enige wat gratis is. In vakantieveiling of zo? Dat is ook nog best wel duur. Ja, want Nederland is ook duur, man. Dus je bent gewoon deze zomer niet in Nederland. Je kan me hier niet vinden in de zomer. Ja, leuke dingen doen, dagjes. Zoals bij de Euromast in het park. Kleedje mee, boterhammetjes mee, koffie. Lekker relaxen. Of even naar de Rotterdamse schip. Daar ook lekker op het gras met een kleedje wat drinken en wat eten. Maar als Kel was, ook best gaan sparen en werken, man. Ja. Want Nederlands vakantie houden, dat is niet waard, man. En bijvoorbeeld als een mattie van jou of zo, of een vriendinnetje van jou geen geld heeft. Je hebt wel geld. Zou je iets leuks met haar kunnen doen of toch niet? Of zou je haar trakteren? Of wat doe je? Ja, natuurlijk zou ik diegene helpen. Gewoon meenemen ergens naartoe en dan zeg ik betaal. Ik zou je gewoon sponsoren, ja. En ga je terugvragen? Herinner je nog? Die keer, ik heb je geld gegeven. Dat niet. Dan zou ik een huisje huren en haar meenemen. Leuke vakantie. Uitnodigen mee, gaan naar het strand of zo. En jij betaalt alles? Ja, inderdaad, natuurlijk. Eén keer dat kan dat gebeuren, toch? Of niet? Altijd. Meenemen uit eten of gaan zwemmen. Jij betaalt? Ja. Als ik het geld dan zou kunnen trakteren, man. Muisjes, het gaat nog niet zo heel goed. Tuurlijk, man, broer. Als je geen geld heeft, dan sowieso. No, man. Kijk, als ik genoeg geld heb, broer. Want ik werk niet, ik krijg geld van mijn ouders, broer. Maar ik vind het ook fucked up voor de mensen die niet op vakantie kunnen gaan, natuurlijk. Want ik heb een paar matties die bijvoorbeeld langer dan 3 jaar niet meer op vakantie zijn geweest. Ik denk bij mezelf echt fucked up van voor hun. Ja, want ouders hebben een beetje fucked up inkomen, is een beetje moeilijk voor hun. Dus je gaat die mattie trakteren de hele vakantie? De hele vakantie? Dat is een beetje haaiek, man. Maar af en toe zou ik wel voor hem betalen, man. De Rotterdammers zijn safe deze zomer. Er is niet zoveel te doen. In Nederland, als je geen geld hebt. Veel mensen gaan gewoon doorwerken in deze zomervakantie. Gewoon doorstekken. Wat ga jij doen in deze zomervakantie? Laat het even weten in de comments. Doe het blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Is je boy Nixon Joseph. Altijd gezelligheid hier zo. Tjallas. The sound of-